We staan hier in de kast van Tesselaar Alstroemeria in Luttelgeest. Het bedrijf is in 1989 gestart door mijn schoonvader. Toen begonnen op 2 hectare en inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf van 3 locaties op 10 hectare. Dat betekent dat de organisatie enorm uitgebreid is. Waar je vroeger als eigenaar al het werk zelf kon doen, is dat gewoon niet meer mogelijk. We hebben sinds 2022 operationeel directeur Joost, die samen met mij en mijn man Rick het directieteam vormt. Voor de dagelijkse leiding is er een bedrijfsleider. We hebben een HR-manager 3 dagen in de week. We hebben een teeltmanager fulltime. Die krijgt weer ondersteuning van iemand die echt dagelijks de planten goed aan het verzorgen is. We hebben natuurlijk een verkoopster, zodat we 4 dagen in de week goed in contact zijn met onze klanten. En daarnaast hebben we 80 gemotiveerde medewerkers die hier elke dag druk bezig zijn om prachtige bloemen te oogsten en verwerken. In 2015 kwam ik Rick tegen en niet alleen Rick was leuk, maar ook de kas. Dus uiteindelijk ben ik hier ingerold qua werk. En waar ik mij nogal over verbaas is dat heel weinig mensen de Alstroemeria kennen. Terwijl het een fantastische bloem is met heel veel potentie. Dus ik heb er een beetje mijn levenswerk van gemaakt om overal te vertellen hoe prachtig die Alstroemeria is. En dat heeft mij de bijnaam Miss Alstroemeria opgeleverd. Want waar ik kom en bloemisten mij zien, wordt wel vaak geroepen, ah, daar hebben we Miss Alstroemeria. Dus dat is dan ook wat ik met veel passie doe. Vertellen over onze bloem, maar vooral ook over het duurzame karakter van onze bloem. En hoe wij als bedrijf constant stappen maken om duurzamer te produceren. Want dat is voor ons als bedrijf ontzettend belangrijk. Wij maken hier niet zomaar bloemen, dat doen we met een reden. En onze missie is om mensen blij te maken met de grensverleggende Alstroemeria. Hoe doen we dat? Daar hebben we een paar kernwaarden voor die wij belangrijk vinden binnen ons bedrijf. Nou, de minst verrassende denk ik is oprecht duurzaam. Alles wat wij doen leggen we tegen de lat. Is dit een verduurzaming, ja of nee? De volgende kernwaarde voor ons is daadkrachtig en resultaatgericht. Dus dat wij doen wat we beloven en dat we in ons werk ook daadkrachtig optreden. Dus je ziet iets wat bijvoorbeeld kapot is, dan kun je denken, het is kapot, ik loop door. Of we zeggen, hey, teamleider, er is iets stuk. Kan dat opgelost worden? Kan ik helpen? En dat is de mentaliteit die we met z'n allen na willen streven. Een mooi product leveren kan alleen als je dat als team doet. Daarom is voor ons een hele belangrijke kernwaarde samen betrokken. Dat we als team werken, dat je weet van elkaar wat er speelt. Dat je dus ook de menselijke kant van elkaar kent en dat je echt als team optrekt om het beste resultaat te leveren. Ja, wat maakt een bedrijf nu uniek? Dat is toch vaak de ondernemer die aan het roer staat en die de strategie bepaalt. En wij zijn daarin best onderscheidend eigenzinnig. We doen de dingen soms net een tikkeltje anders. Bijvoorbeeld orders voor klanten die wat ingewikkelder zijn. Daar kijken wij toch graag wat de mogelijkheden zijn om die klant te bedienen. Zodat onze prachtige bloemen hun weg weer vinden naar een blije klant. Als klant wil je natuurlijk weten wat je bij ons kan kopen. Daarom hebben wij onze sorteringen in de markt gezet als 4 verschillende merken. Voor ieder wat wils. We hebben de Alstro Luxe, dat zijn de zwaarste Alstroemeria's met de meeste bloemknoppen. We hebben de Alstro Elegance, die is iets lichter, stevig stelen en nog steeds 4 bloemknoppen. En we hebben Alstro Nature, dat is een wat dunnere steel, vaak wat krommer, maar een prachtige boeketvuller. En we hebben een hele speciale bloem, namelijk de Alstro Special. Dat zijn Alstroemeria's die wij open laten komen op het gewas, zodat de bloemist al een open bloem kan verkopen aan de klant. Daarmee kun je heel mooi laten zien hoe prachtig de Alstroemeria is. En deze bloem staat ook nog zeker 2 weken. Dus dit is echt bedoeld om de bekendheid van de Alstroemeria te vergroten en te zorgen dat de bloemist meer rendement kan halen uit onze bloem.